Koolhydraten zijn enorm belangrijk in het voedingspatroon van een duursporter. Je kan het vergelijken met een autotank. Wanneer je gaat rijden, op een gegeven moment is die tank leeg, dus de koolhydraatvoorraden. En die moet je dus weer aanvullen door middel van tanken, oftewel koolhydraten eten. Een normale mens heeft ook koolhydraten nodig, alleen een stuk minder dan een duursporter. Eigenlijk wat alles wat erin en uit gaat, wordt er gecheckt. En zo proberen wij zo fit mogelijk een grote ronde door te komen. Ja, we kijken heel erg naar wat het energieverbruik is van een renner. Dus hoeveel calorieën hij nodig heeft over de dag. Dus als jij meer doet, dus meer energie verbruikt, dan moet je ook automatisch meer eten.